We hebben het goed voor elkaar achterin. We scoren makkelijk. Team krijgt vertrouwen. We zijn heel erg met elkaar bezig. Met dingen die ik aanreik, gaan ze echt mee aan de slag. En wat mooi is te zien, de jonge gasten die ontwikkelen. Marinus Dijkhuizen, een ruime overwinning voor Excelsior tegen Topos. En weer de nul gehouden. Het kan niet op bij de Kralingers. Ja, hele mooie uitslag. Oh, dat zag er eerst nog niet helemaal uit natuurlijk. Na 2-0, na 2 minuten 1-0. Via een corner ingestudeerd, dus dat was wel top. Daarna vond ik het wel minder. Topos maakte goede indruk. Goed idee van voetballen. Dus dat was best wel moeite. Het was een beetje een Engelse wedstrijd zelf. Ging veel op en neer, veel duels. Scheids liet veel toe, was wel mooi voor de wedstrijd. Ik vond met name het eerste helft aan de bal onrustig. Nou, in de tweede helft kwamen we heel goed uit de kleedkamer, vond ik. Wat rustig aan de bal. Matsieve die het hef nam in handen op middenveld. Ja, en na de 2-0 had ik wel vertrouwen in. Dusdanig groot dat het achterin het vertrouwen dat ik dacht wel, nou, die is nu gespeeld. Je refereerde er al aan dat de eerste helft minder was van Excelsior, de tweede helft al stukken beter. Wat moet je dan tegen die gasten zeggen? Nou ja, dat ze met name. Kijk, in de counter moet je risico nemen. Dan moet je gewoon snel naar voren zoeken. En dat is de kwaliteit van ons. Lukt het niet? Dat is oké. Maar met name van achteruit het voetballen, waar we heel snel de oplossing naar voren zoeken. Ja, wat meer geduld, meer van de kant spelen. Eigenlijk de kans van Thomas Vaar, de tweede helft, was daar een mooi voorbeeld van links naar rechts, van rechts naar links. En uiteindelijk een hele grote kans bij de eerste paal met een goede voorzet van Joel. Dus zo wil ik dan voetballen. Dus dat geef ik dan aan. En goed geluisterd. En uiteindelijk win je dan dus met 3-0 van Topos, met wel een krappe selectie. Hoe ga je daarmee om als trainer? Want er zijn heel veel afwezigen geweest vandaag bij Excelsior. Nou, even de krappe selectie niet mee. We misten inderdaad een aantal jongens. Maar aan de andere kant had ik nog 5 veldspelers op de bank. Nou, ik mag 5 keer wisselen. Er zitten een aantal jongens terug te komen. Maar ja, natuurlijk missen we een en ander. Maar we zijn in de breedte redelijk sterk. Dus dat zag je ook vandaag met Thomas Vaar. Die vulde het prima in. Dus wat dat betreft vind ik ons wel prima in de breedte. De trein van Excelsior lijkt echt vertrokken, echt een aantal wedstrijden lang. Ja, laat het hopen. Dat lijkt er zeker op. We hebben het goed voor elkaar achterin. Scoren makkelijk. Team krijgt vertrouwen. We zijn heel erg met elkaar bezig. Met dingen die ik aanreik, gaan ze echt mee aan de slag. En wat mooi is te zien, de jonge de gasten die ontwikkelen. Nathan, Julian en Mats. Ja, die hebben vandaag allemaal echt een dikke voldoende gespeeld en weer 90 minuten volgemaakt. Of Julian al bijna. Dus die maken goede vlieguren. Dus dat is een interessante ontwikkeling.